Oké, geen DVI-signaal. Het is een aantal keer voorgekomen dat de setup werkte. Je zet het apparaat weer aan en je hebt geen DVI-in-signaal. De oplossing daarvoor is, je gaat naar setup-modus. Je scrolt naar PC1. Je draait een van de encoders, even 2 of 3. Je stelt hem even opnieuw in en hij verschijnt, als je geluk hebt, weer op het scherm.